22 minuten en 8 seconden in de lucht blijven om opnames te maken. Of een onbemand vrachtvliegtuig, veel minder verre toekomst. In Kenia staat men op het punt om als eerste met onbemande vrachtvliegtuigen daadwerkelijk lijndiensten gaan onderhouden. Nou, als het eerst daar gebeurt met weinig regelgeving en een manifeste behoefte, in de regentijd kun je daar soms bepaalde gebieden gewoon niet bereiken, dus die mensen willen wel. Als het daar goed gaat, dan zullen we zien dat het ook hier daarna gaat gebeuren. Nu zijn de regels voor drones hier nog streng, maar als ze echt een uitkomst zijn voor een groot probleem, dan gaat het snel, verwacht Heerkens. En dan wordt het nog veiliger ook. Want de piloot is in 70% van de ongevallen de oorzaak die bepaalt of het ongeval wel of niet gebeurt. En als je die piloot eruit haalt, kun je vervangen door een computer die de verzamelde vliegervaring van 100 jaar vliegen in zich bergt. En dat kan een piloot nooit hebben. Ruimere regels.